We hebben vanochtend Surf aan het woord gehoord. We hebben een onderzoeker aan het woord gehoord. We hebben NWO aan het woord gehad. En eigenlijk ontbreekt het ministerie nog. En dat gaan we nu rechtzetten. Mag ik de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitnodigen voor haar toespraak? Laten we gaan. Ja, die boodschap was net volgens mij fijn dat die computer er is, minister, maar ga vast sparen voor de volgende. Basisklokfrequentie, petaflops, nudes en cores, racks en sockets. Het jargon om supercomputers te beschrijven is bijzonder bloemrijk en voor sommigen misschien zelfs wat ongrijpbaar. En tegelijkertijd, we hebben dat net gezien, is het belang van supercomputers volstrekt helder. De rekenkracht van supercomputers is onmisbaar geworden en gaat de wetenschap en daarmee ook de samenleving verder brengen. En om dat mooie vooruitzicht gaat het vandaag. Majesteit, beste mensen, het is dan ook meer dan terecht dat we vandaag de komst van Snellius groots vieren. In het bijzijn van een hooggeëerd gezelschap. En we doen dit in roerige tijden. Wat er de afgelopen tijd is gebeurd, drukt ons nog eens stevig met de neus op de feiten. We staan voor urgente en ingewikkelde uitdagingen. De effecten van klimaatverandering worden steeds heftiger en raken ons ook dicht bij huis. En we hebben allemaal ervaren hoe één virus onze samenleving ernstig kan ontwrichten. En hoewel technologie en kunstmatige intelligentie ons ongekende mogelijkheden bieden, plaatsen ze ons ook voor ongelooflijke ethische dilemma's. Waar we over 10 jaar staan met deze uitdagingen is onzeker. Maar het staat wel buiten kijf dat we nu iets moeten doen. En dat we de gehele wetenschap hard nodig hebben om het juiste pad voorwaarts te kiezen. Geavanceerde faciliteiten, zoals Snellius, zijn daarbij essentieel. Dat bleek mij vorige week ook nog maar eens toen ik de nieuwe roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur in ontvangst mocht nemen. Want de datasets, berekeningen en modellen van onderzoekers worden alsmaar complexer. Wijsheid en verbeeldingskracht alleen zijn niet meer genoeg. De wetenschap heeft ook machtige rekenkracht van supercomputers nodig. En dat geldt inmiddels, en het is goed om ons dat te realiseren, voor alle wetenschapsgebieden. Van de astronomie tot de geesteswetenschappen. En gelukkig is Snellius een supercomputer die niet alleen razendsnel kan rekenen, je kunt je daar bijna geen voorstelling van maken, maar ook nog eens heel flexibel is. Het is een machine die stimuleert dat er ook nog meer samenwerkingsverbanden in de wetenschap ontstaan. Tussen onderzoekers en discipline binnen onze landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Met onze wetenschappelijke partners in Europa en de rest van de wereld. En dit benadrukt nog maar eens hoe belangrijk samenwerking in de wetenschap is. En het is ook nog eens geheel in de geest van Willibrord Snellius, de naamgever van de computer. En die naam is niet zomaar gekozen. Snellius namelijk benadert de vraagstukken niet alleen vanuit zijn eigen vakgebied, de wiskunde, maar vanuit meerdere disciplines, gebaseerd op het werk van heel veel van zijn collega's. Zo stuurde de kracht van samenwerking jaar geleden de wetenschapper Snellius vooruit. Dat zat al een beetje in zijn naam. Maar brengt die kracht nu in onze tijd de supercomputer Snellius tot stand. En dat verdient een groot compliment aan Surf en de hele Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap. Want dankzij jullie samenwerking en inzet hebben we nu een nieuwe nationale supercomputer om trots op te zijn. Het is een fantastische prestatie dat die er is gekomen. En ik kijk ook enorm uit naar de nieuwe kennis die de cores en nodes van Snellius ons gaan brengen. En wie weet zitten er ook spannende ontdekkingen tussen waar we niet naar op zoek waren. Maar eerst vandaag is het tijd voor feest. En het is dan ook hoog tijd dat we nu overgaan naar het belangrijkste deel van dit programma,
En dat is die officiële inauguratie door koningin Maxima. Rest mij nog om iedereen die heeft geholpen om de supercomputer tot stand te brengen heel hartelijk te bedanken. En ik wens iedereen die ermee gaat werken heel veel plezier toe. Dank u wel. Dank u wel voor uw inspirerende toespraak. En het komt helemaal samen met alle dingen die we vanochtend gehoord hebben. En ik vind het fantastisch, zeg maar, dat u ook dat verhaal uitdraagt van samenwerking, van stappen voorwaarts, het belang voor onderzoek en uiteindelijk hopelijk dat we er in Nederland ook economisch en maatschappelijk profijt van kunnen hebben. Nogmaals, dank u wel.